Deze week in de Fiat Zomeca 715-5L. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in Vertrouwen en Middendorp Montage, specialist in dakrenovaties. Dit is de Fiat Zomeca 715 van Jantalo Tamminga uit Heemsterveen. De trekker is eigenlijk van zijn broer. Samen hebben ze de trekker opgeknapt. Je ziet ze sowieso in Nederland niet heel veel rijden. En ja, we hebben hem toch zelf een beetje opgebouwd, zeg maar, van schroot eigenlijk tot een goed werkende trekker. We hebben er in totaal wel 6 jaar over gedaan, maar elke keer een keer andere banden eronder. Nou, dan een keer een lakje verf erop, een paar lekken dichtmaken. Nou, en zodoende wordt hij vanzelf een beetje een nieuwere trekker. De trekker heeft een 5 liter motorblok met 85 pk en is gebouwd in 1967. Hij heeft eigenlijk heel weinig pk voor een liter inhoud wat hij heeft. Dus je kunt hier echt uit dit 5 liter blok kun je gewoon heel veel pk's halen. Als je wilt kun je er zo 140, 150 pk uit halen. En je ziet ook weer heel veel in Frankrijk zijn deze al omgebouwd tot hobbysporttrekkers. Omdat dit blok gewoon veel aankan. De trekker wordt gebruikt voor wat kleine klusjes om huis. En voor trekkentrek. Dat je toch wel die andere trekkers voorbij trekt is toch wel het mooiste. Dan denk je van, oh ja, dat trekkertje, dat klein trekkertje, maar toch trek je ze wel allemaal voorbij. Dat is toch wel een mooi gevoel. Ze doen in heel wat gewichtsklasses mee. Ja, 3,5 ton, 3,8 ton, 4,5 ton, 5 ton. Oh, je maakt het gewoon zwaarder als nodig is. Ja, dan hang hem gewoon helemaal vol met gewicht. Voorop, in het midden en achterop kun je hem helemaal vol hangen. En in elke klasse doet deze Fiat het goed. Ja, nou, zoals in de 5 ton wordt het wel moeilijker. Maar ja, dan heb je ook alweer grotere trekkers staan. Dan mag je maximaal 140 pk hebben, dacht ik. Kan het ook verkeerd hebben, hoor. Maar... Dus ja, dan heb je wel meer competitie, maar... Hij sleept niet verkeerd. Hij sleept geen 40 meter ver. Dat het de Fiat is geworden, is puur toeval. We zochten eigenlijk gewoon een goede trekker eigenlijk, of waar je iets goed van kon maken. En ik vind de Agri, ben ik niet zo heel fan van. En toen kwamen we deze eigenlijk gewoon tegen voor een goed prijsje. En, ja. En toen wisten we niet wat was, dat er ook een grote motorblok in lag. Ja, dat wisten we allemaal niet en zodoende kwam je er een beetje achter en ja, toen werd het een beetje bijzonder. Ja, dit is voor mij wel echt de powertrekker. Alleen voor de echte powerfans. Ga naar powershop.nl.